Teraz ma być. Door naar 1-1, gelijk 2 fietsletters voorsprong daarop, 3-22 van de Valk. Zij zal geschrokken zijn, de 6-8-6 Castro kan volgen op naast nummer 3 met een 3-5 ziet de keurigheid van Castro. Voor Rachel, Malse Koeman, zij gaat de rit winst pakken met een hele mooie inhaalactie in bocht nummertje 1. Rustig aan doet het daar ook Monique van de Valk, zij weet zich verzekerd van haar halve finale. Van de finale moet ik zeggen, en dan is het op 3-6-8 aan de Castro.